Beste kijkers, welkom weer een aflevering van Anouar. En vandaag gaan wij een douche erin kitten. En ik ga je laten zien hoe je dat heel erg goed en sterk kunt kitten, zodat je jarenlang plezier van kunt hebben. Ik ga dus niet te veel tijd van jou in beslag nemen, dus ik ga gelijk to the point. Wat heb je nodig voor deze werkzaamheden? Je hebt een stellingmes nodig. Deze stellingmes heb je nodig om de naden goed en diep schoon te kunnen maken. Je hebt een ontvettingsmiddel nodig. Iedereen heeft wel ammoniak in huis, dus daarmee kun je heel goed het werk doen. Je hebt een kitspuit nodig waar je mee goed kunt afkitten. En alle kitspuiten werken. Tuurlijk, op de markt bestaan daar ook hele goede. Maar heb jij gewoon een huis en tuin keuken dingetje, geen enkel probleem. Daar kun je het ook mee doen. Daarnaast heb je een kitspatel nodig. Deze kitspatel, daar kun je mee heel netjes afkitten en snel. En je hebt schuurpapier nodig. Om de oppervlaktes goed te schuren. Overigens, alle producten die ik gebruik, daar laat ik een link achter, zodat jij niet verder hoeft te zoeken, maar dat je heel snel kunt bestellen. Dus laten we beginnen. Maar voordat we verder gaan, jongens, ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte. En vind je deze video leuk? Geef een dikke duim omhoog. En kijk, jongens, kijk hoeveel rotzooi er in de voeg zat. Dit heb ik allemaal weggehaald. Kijk, als je daar overheen gaat kitten, jongen, nou, dat gaat gewoon niet goed. En ik heb heel wat lekkage moeten oplossen omdat er gewoon hier overheen is gekit. Doe dat alsjeblieft niet, want dit is gewoon de garantie dat je op een jaartje een lekkage hebt en dat je dit opnieuw moet gaan doen. En ik wil altijd bij de douche gedaan, wil ik altijd een wilke en voeg hebben voor ongeveer 3 mm, zodat ik een lekker diepe, maar vooral een sterke kit naad kan maken. Je ziet wel eens dat tegels heel strak er tegenaan worden getegeld. Kan, maar als je dan gaat kitten, heb je dus niet zo'n hele sterke kitnaad. Want op het moment dat het kit maar een klein beetje loskomt van je tegel, dan heb je een lekkage. Maar op het moment dat je dus zo'n gleuf hebt, is je kit helemaal diep erin en is het één grote dikke massa. En als je bezig bent, vergeet niet, dit is je basis, dit is je fundament van het kitten. Doe het goed, neem de tijd ervoor, ga het niet afraffelen en blijf het zo lang goed doen totdat het helemaal schoon is. En ik stop hem eerst erin en dan buig ik hem een klein beetje. Kijk, en dan pak ik dus binnenin, maar ook de bovenkant, dat is ook heel belangrijk. Gebruik een goede schuurpapier en goede tussenschuren op de metalen randjes. Ook op de tegelrand goed schuren totdat er geen lijmresten achterblijven of voegsels. En dan pas stof vrijmaken. Als je al het stof hebt weggehaald, dan ga je nu ontvetten. Wees voorzichtig als je ammoniak gebruikt. Gewoon een klein beetje gebruiken, heel subtiel en lekker schoonmaken. Let op, dit is een van de belangrijkste karweitjes van het kitten. Dus doe het goed en neem de tijd ervoor. Doe je het niet goed, dan gaat dat ten koste van jouw hechting. Gebruik een Stanleymes of een plamuurmesje, zodat je het papier goed in de gleuf duwt, zodat je goed kan ontvetten en dat je niet alleen maar de bovenkant aan het ontvetten bent, want dan doe je ook je werk niet goed. Het is van belang dat je natuurlijk wel, als je dat je goede keukenpapier gebruikt, echt kwalitatief goed, of een doek wat niet afgeeft, ga het niet met wc-papier doen, die laat af en dan blijven allemaal rotzooi en stofdeeltjes achter van, en dat is niet goed voor jou, voor je hechting weer. Dus altijd iets wat niet afgeeft of loslaat. Als je het topje van je kitspuiten af hebt gesneden, kun je de tuitje erop zetten. Zo, die zet je erop. Dan moet je het tuitje op 45 graden afsnijden. En afhankelijk hoe dik jouw kitnaad is, des te dikker je hem afsnijdt. We hebben hier een kitnaad van ongeveer 3 mm, dus ik zaag mijn tuitje op 5 mm. Kijk, en dit is hoe je moet snijden, dus op 45 graden.
Dan pak ik de kitspuit. Zo. Ik begin hier in het hoekje te kitten. En ik hou mijn kitspuit op 45 graden met de schuine zijnde naar beneden. En ik spuit genoeg kit in de gleuf. Dus zodat het eruit komt. Ga niet te weinig doen, maar doe lekker veel. Maakt niet uit. Uiteindelijk kunnen we dat strak maken. Nou, dan gaan we beginnen. Bismillah. En je trekt met een gelijkmatige streep naar je toe. En goed je kitspuit ingedrukt houden, zodat die lekker diep erin gaat. Dat is één. Een hele belangrijk dingetje, op het moment als je het kit hebt aangebracht, dan maak je je handen een beetje nat en dan druk je het kit wat beter erin, zo, zodat hij goed overal hecht. Zo weet je dus dat hij alle oppervlakte raakt, want doe je dat niet, stel voor dat je een bepaalde plek niet helemaal aanraakt en je gaat zeep, water met zeep eroverheen spuiten, dan hecht het niet meer, dan gaat het water tussen het op het tegel en je kitwerk zitten en dan heb je dus geen goede hechting meer. En hier zit gewoon dreft in. 1 grote theelepel in 200 ml is meer dan voldoende. Nou, dan gaan we nu de kitspatel gebruiken. Dan ga ik mijn kitspatel op het randje van de douchedrain en het randje van het tegel erop zetten en ik trek gelijkmatig naar me toe en dan zal je zien dat het al heel erg goed gaat. Let op. Nou, de bovenkant. En dan ga ik nog één keer met mijn vinger eroverheen. En steeds nat maken. Maak je het nat met je vinger, of glad met je vinger. Vingertopjes. Kijk eens jongen, dat ziet er al heel erg strak uit. Met kit is het natuurlijk altijd zo, je haalt meer weg dan dat je gebruikt. Tenminste, dat lijkt erop. Kijk eens hoe mooi strak na dit is, jongens. Ja. In die hoek moet je altijd voorzichtig zijn, dus dat je niet te veel weghaalt. Altijd nog maar eens, jongens. Kijk eens hoe strak dit wordt, jongens. Het lijkt wel fabrieksnaden, jongen. Ongelooflijk. Maar zo. Zo. Altijd doen. Is met een Stanley mes eventjes de finishing touching wat strakker maken. Want hoeken, zelfs professionals hebben daar moeite mee om het heel strak te krijgen. En het kit wat op de voeg komt, met een Stanley mes heel voorzichtig weghalen.
jezelf, anders wordt dat lelijk als het opdroogt. Dan is het natuurlijk belangrijk dat je je kit constant nat houdt en haal het kit voorzichtig weg. Niet stressen, niet te zenuwachtig worden, maar gewoon lekker op je gemak. En je ziet het, dan wordt het hier al heel erg strak. Daarna, als je het kit hebt weggehaald, ga je het glad maken met je vinger. En het overtollige kit wat aan de voeg blijft hangen, haal je voorzichtig met je stellingsmes weg. En kijk uit dat je niet door het kit heen zakt, maar gewoon lekker netjes weghalen en kijk eens hoe strak het wordt. En je ziet hier in de hoek, druk ik mijn kitspakel strak erin en ik haal met één vloeiende beweging weg. En dit zijn fabrieksnaden. En je ziet hier dat ik met de binnenhoek bezig ben. En de binnenhoek is eigenlijk een van de lastigste karweitjes. Dus wees voorzichtig, gewoon lekker met je vinger heel voorzichtig mooi glad maken. Deze klus is afgerond. Nu moet je je kit 48 uur laten drogen en dan kan je lekker gaan dobberen. Zo, nu weet jij hoe je strak en sterk kunt afkitten. Dus je hoeft niet onzeker te zijn dat het jou niet gaat lukken. Het gaat jou lukken. Vind je deze video leuk? Geef dan een dikke duim omhoog. En ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye!